vindt u eigenlijk het belangrijkste van de school? Dat we onder elkaar... Ja, met z'n allen. Dat we het eigenlijk met z'n allen allemaal doen. Hier verstopte ik me altijd. Ja, hier stond Seidel altijd achter de zak. Omien, ja, ga jij maar naar voren. En dan moest ik... Ja. Nee, dan moest ik van Rick hier naartoe. Ruim 30 jaar runnen Henny en Jan Vathorst Gym in de Kolenkit. Sinds 2016 is het broertje van Saïd Ben Salam Noordin de eigenaar. Op de plek waar het allemaal begon halen Saïd, zoon Rick en hun vrienden herinneringen op aan ome Jan. Voor mij is het moeilijk als zoon wat te zeggen, snap je? Ik denk dat oom Jan een vader is geweest voor veel jongens. Hij was eerlijk, oprecht. En alles wat op zijn mond, op zijn lippen kwam, dat zei hij. En dat moest je accepteren. En als je dat kon accepteren, kon je er ook wat van leren. Midden in de Kolenkitbuurt, probleemwijk in Amsterdam-West, waar overwegend Turken en Marokkanen wonen, staat sportschool van de Vathorst. Sinds de oprichting in 1984 kunnen jongeren hier terecht voor het leren van een vechtsport. En dan vooral kickboksen. Oom Jan was iemand, een tweede vader voor heel veel jongens. Oom Jan had zelf een eigen verhaal, maar daar praat hij nooit over. Wat hij wel deed, was hier preken op een positieve manier, zodat jij alles uit het leven ging halen wat hij zelf niet heeft gedaan. Hij was een harde werker en met hard werken kon je ver komen. Dat straalde hij ook uit. Maar als je hier in de dojo kwam, dan kwam je om te trainen. En hier was familiair gewoon. Ja, wij zeggen altijd ome Jan, tante Henny, hè? Tegen elkaar ook. Ja, tegen elkaar ook. Dat is zo gekke, jongen. Ja, dat is iets... Ja, we horen de hele dag ome Jan en tante Henny, dus automatisch is het... Toen zijn jullie elkaar ook maar zo gaan noemen. Ja, ome Jan en tante Henny. We waren alle nationaliteiten, maar als het moest, waren we gewoon één. Ja. Weet je, ja. Ik vergelijk het wel eens van Bertje Kopse sportschool komt in de buurt. Ook zo'n familieschool, weet je. En je ziet het toch dan... Mijn moeder ging over de bar, ome Jan ging over het trainen. En dan was er een andere jongen, Mario, die was weer voor de reparaties. Ja, op maandag en woensdagmiddag traint de jeugd van 8 tot 14 jaar. Een gebeurtenis waar tante Henny zich nadrukkelijk mee bemoeit. Kom op jongens, wie uitgekleed is, gaat even vast naar binnen. Kom op. Ja. Rustig aan. Niet je eigen... Hey, doe je rustig. Hey. Kalm, hè. Want dan ben je doodmoeier, dan kan je niet meer. Weet je, contributie in hoefde ik niet te doen. Dat was mijn moeder zijn taak, weet je. Want toen was het nog van... Mijn moeder had zijn kleine Mohammed. Mohammed Bril. Mohammed Overkant. Mohammed Deelraad. Dat is haar Saïdse broer. En ik ben geloof ik de enige die mag zeggen als een nieuwe Mohammed binnenkomt. Hé, Mohammed, jij hebt haar op je hoofd. Hé, Mohammed, jij bent helemaal kaal. En dan lachen ze jouw tante en jij mag dat zeggen. En dat zeg ik ook. Maar dat zeg ik ook tegen iedereen. Ja. En dat is ook hetgene. We hebben respect hier voor elkaar. De normen en waarden en eerlijk tegen elkaar wezen. Weet je, en hoe ze het vol hebben gehouden. Ja, Joost mag het weten, man. Maar echt. Iedereen was welkom ook in de school. Iedereen was welkom. Als er een gezin kwam met 4 kinderen, zei mijn moeder, laat er maar 3 betalen, weet je. Het is moeilijk genoeg. De trainingen van de wedstrijdgroep worden gegeven door Rick van de Vathorst. Zoon van Jan en Henny en ooit zelf beroemd vechter. Discipline staat hier, net als bij de kleintjes, hoog aangeschreven. Wie te laat komt, krijgt de bal. Vroeger zat er een snackbar op de hoek. En er was er eentje, tante Henny, ik heb geen geld voor contributie. En toen zei ze, jongen, als je uitkering binnenkomt, mag je betalen. Stond die gozer in de snackbar te gokken. Dus oom Jan raad in die auto, Jan, stoppen! Die oude stoppen, tante Henny eruit. Hij krijgt nog geld voor jou, hè? Snap je? Dus je kon alle kanten op, maar je moest geen halen met dijkjes flikken. Heel goed, kom op. Kom op. Ademhalen, kom op. Oom Jan en tante Henny, ja, er waren vroeger alleen maar jongens trainen. En er kwam Nabila 15, 20 jaar geleden als eerste meisje. En die wou ook vechten, maar we waren heel ouderwets, mijn ouders. We hadden geen dameskleedkamer en dan hoorde je bij andere scholen was alles gemengd, maar bij tante Henny mocht niks gemengd. Dus dan moest Nabila er altijd omkleden in het toilet, dat heb ze echt jaren gedaan. Het was binnenkomen en gelijk omkleden. Ja, niet kleedkamers, maar het was echt om de hoek, toilet in. En, thuis douchen. Nou, en toen later ging zeg maar, kickboksen werd wat meer geaccepteerd, dus ook voor vrouwen. En toen begon ik een damesgroep. En ik noemde het dan de hoofddoekjesgroep, weet je, want er mocht geen man lesgeven. Nou, dus wie is dan de eerste wat je gaat benaderen, was Nabila.
En daarna is Nabila ook een goede trainster geworden. Ja, het was wel even wennen. Maar iedereen, ja, zoals net al aangegeven werd, het is één grote familie. Dus je werd wel gelijk door iedereen geaccepteerd. Ja. Dus ja, je voelde je wel gelijk thuis. Maar hij heeft toch ook respect voor jou, Nabil, tot je de les volhield. Ja. Want kijk, we liepen wel altijd te dolle en we waren één groep vrienden. Maar zodra we de bad op gingen, was het gewoon oes en niet ouwe hoeren en gewoon bikkelen, weet je. Je hebt in die 20 jaar vreugde en verdriet hebben we meegemaakt. Ook een hoop verdriet toch wel eens, hoor, jongen. En ik heb jongens die toch afdwalen. En ze komen altijd weer bij tante Henny en Jan terug. En dan mopperen we op ze. En waar ben je mee bezig? Weet je wat ik bedoel? Maar dan is het, jij bent zo eerlijk, jullie zijn eerlijk. Weet je, en dat respecteren ze. Ook die, dat breng je over op de jeugd hier ook. Want ze luisteren. Als ze hier een avond, als ze hier direct een uur getraind hebben, hebben ze geen zin meer om langs die straten problemen te gaan verdoen, hoor. Ja, maar de jeugd kan er wat van leren. Ja, maar want die staan nu lijnrecht tegenover elkaar. We hadden echt een vaste groep ook, hè. Niet wat je nu ziet met sportscholen, dan zie je iemand, hé, is je alweer weg? Ja. Weet je, en ja, ja. De meeste blijven gewoon. We hebben echt loyaal. De kracht van ons was loyaliteit. Ja, nu is het afgelopen. Ja. Ome Jan overleed afgelopen zondag in zijn slaap op 85-jarige leeftijd. Maandag wordt hij gecremeerd op Westgaarden.